In wiens handen was dat gebied dan? Als u naar dat kaartje kijkt en als u goed naar dat kaartje kijkt, dan ziet u dat het voor een deel donkerder is. Dat is het gebied wat in handen van separatisten was. En het grootste gebied wat Nederland heeft aangeduid, lag daar binnen. Maar zijn zij daar dan ook verantwoordelijk voor? Dat is een vraag die wij niet kunnen beantwoorden. Waarom niet? Want 1 en 1 is toch 2? 1 en 1 is 2, maar soms moet een ander de optelling maken.